Hoi allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Orter LaserMaster 2 15 watt laser engraver. Vandaag ga ik laten zien dat ik wat aanpassingen gedaan heb en dat ik nu ook daadwerkelijk het grid heb gelaserd. Het grid zit er niet helemaal op, ik weet niet precies waar dat door komt, maar het voldoet voor mijn doelstelling. Dat zullen we ook gaan zien. Maar laten we eerst maar eens even kijken naar dat grid. Daarvoor moet ik even de camera gaan draaien. Dus ik ben zo bij je terug. Nou, hier zien we dan dat grid. Het zijn blokjes van een centimeter bij een centimeter. En oorspronkelijk zouden het er 40 in de breedte moeten zijn. En 43 in de lengte. Nou, in de breedte zijn het er, als ik het goed geteld heb, 39 geworden. Dat betekent dat er waarschijnlijk links eentje weggevallen is. Ik denk links en niet rechts. En in de lengte zien we dat er ook bovenin niet helemaal goed gegaan is. Maar dat is het minst belangrijke, want het is niet erg logisch om daar uiteindelijk een te laseren object neer te leggen. Veel belangrijker zijn de blokjes hier in het midden. En waarom is het nou zo belangrijk? Dit correspondeert met het rooster en ik zal een foto daarvan toevoegen van het met het rooster in Lightburn. In het kort dus gezegd, als ik daar iets ontwerp wat bijvoorbeeld 10 blokjes vanaf links geplaatst is, dan kan ik dat hier zo uittellen en het object op dezelfde plek neerleggen. Dat is eigenlijk de bedoeling achter dat grid, achter dat raster. Een paar dingen die ik heb moeten doen. Het eerste is, we hadden vastgesteld dat die witte plaat die we hier hebben, dat die zeg maar, dat als je daar iets oplegde, althans iets duns oplegde, dat je dan zeg maar met je laser niet diep genoeg kwam. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb in het midden een MDF-plaat gemaakt, die hebben we net al gezien, van 8 mm dikte. Die heb ik ook gefixeerd met blokjes aan verschillende kanten. Hier zit er ook eentje. Ja. Zodat die plaat ook absoluut op dezelfde plek ligt. Die kan er wel uitgehaald worden, want dat is heel simpel. Hij ligt namelijk los erin. Dat is het eerste. Daardoor heb ik nu de hoogte dat ik zeg maar eigenlijk elk object kan laseren op deze plaat. Een ander dingetje wat ik heb moeten doen. Ik heb toch dat stelschroefje de andere kant op moeten maken. Dus ik heb hem los moeten koppelen helemaal. Reden daarvoor. Apart vond ik het eigenlijk, want ik had er geen last van voor die tijd. Achteraf dus wel. Dan gaan we even hier naartoe kijken. En dan moet ik even kijken of ik dat goed in beeld kan brengen. We zien hier dat zwarte dingetje zitten. Dat is de eindstop. En vanmorgen bij het aanzetten kwam laserkop simpelweg niet voldoende tegen die eindstop aan, waardoor die enorm ging ratelen, omdat die verder wilde komen, maar dat niet kwam. Nou, dat is natuurlijk niet zo handig. Dus uiteindelijk heb ik toch besloten om hem om te bouwen naar de andere kant. En achteraf is het goed, want als we zien waar die 39 uitkomen, die 39 gritjes, die blokjes, dat rastertje, dan zien we. Dan moet ik even kijken. Nou, ongeveer hier. Ja, en we zien dat we ruimte houden aan de rechterkant met die stelschroef. En dat is natuurlijk precies wat we willen. Dus dat is goed. Oké. Dat is een belangrijk gebeuren. Dat is in orde gemaakt allemaal. En dan kunnen we nu verder gaan met andere projecten. Het volgende project gaat ook een hele bijzondere zijn. Ik ga namelijk leisteen laseren, maar daar laat ik je later wat van zien. Dit zijn even de aanpassingen die ik heb gedaan. Nieuwe MDF-plaat, grid erop gelaserd en de stelschroef toch naar de andere kant geplaatst, omdat we anders problemen zouden krijgen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Daag!